We leven in een tijd waarbij heel veel mensen meningen hebben, heel veel mensen hun eigen zienswijze hebben. En wat ik ook merk is dat er veel mensen zijn die graag vooroordelen hebben. En ze kennen je niet eens, maar ze hebben al een vooroordeel over jou. Ik denk dat we in deze tijd liever moeten gaan tot de conclusie om iemand te leren kennen first, voordat je praat over de persoon of voordat je opmerkingen maakt over de persoon. In een van de video's praat ik over de kracht van positiviteit en ik had toen uitgelegd hoe wij als Surinamers en wij als mensen vaak genoeg eerder negatief willen praten, omdat wij meepraten. Maar vandaag deze video is bedoeld om u te zeggen, om niet mee te praten, maar om een kritische denker te zijn. Om je eigen mening te vormen, na kennismaken of na die informatie, of na zelf ook de persoon te hebben leren kennen. Ik kan me herinneren als jonge pastor toen ik deze kerk overnam, dat mensen me heel veel, laten we zeggen, voor informatie gaven. En als ik met die informatie was gewerkt, en toen had ik die kerk genomen met 35 mensen, dan denk ik dat het nu zou zijn wat het is. Want men had mij al vooroordelen gegeven over mensen, hoe mensen waren en dat soort dingen. En dat is niet goed. Dus mijn boodschap vandaag is kort en zakelijk. Probeer zelf je mens te leren kennen. Je relaties, de mensen waarmee je gaat werken, de mensen die je van horen zeggen hebt gehoord. Probeer zelf in contact te zijn met die mensen. Probeer zelf jouw eigen beeldvorming te hebben over die mensen. Zelf je eigen mening. Alvorens je negatief over die mensen gaat praten. Want dat neuroko. Dus het beste is, vorm je mening. Heb desnoods ook wanneer er casussen worden uitgelegd. Heb liever je hoor en je wederhoor. Zodat je, wanneer je praat over de persoon, niet kan zeggen miëren. Maar je kan zeggen, ik heb zelf met de persoon gesproken, ik heb de persoon zelf leren kennen. Ik heb zelf een relatie opgebouwd. En je zal merken dat je een hele andere visie, een hele andere kijk, een hele andere manier van denken zal hebben over de persoon. In plaats dat we mensen zomaar veroordelen, is het beter dat we de mensen leren kennen en met die mensen praten.